De regering bereidt zich voor op een mogelijke aanhoudende droogte in het binnenland. Dit vertelde vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. Hij zegt dat er besluiten genomen zijn nadat de regering deze week nog afspraken gemaakt heeft. Nou kijk, als het droogte blijft aanhouden, heeft de regering sowieso al gepland om ook met NCCR te kijken hoe wij die commissie op gaat kunnen helpen in het binnenland. Vandaag zelf gaat een besluit genomen worden om ook wat betreft het gedeelte van Kayana, dat is Langu, die Langu dorpen daar, ze kunnen niet meer naar beneden, hoe wij dan alvast daar kunnen helpen met voedselpakketten. Over de verhoging van de elektriciteitstarieven zei Brunswijk dat de regering bijzondere groepen zal tegemoetkomen. Momenteel worden opties bekeken om sociaal zwakke mensen via het ministerie van Sociale Zaken tegemoet te komen.